Welkom bij deze les van de economiecoach. En deze les gaat over samengestelde interest. En dan hebben we het over de eindwaarde en de contante waarde van een kapitaal. Dit is een les in het kader van management en organisatie over samengestelde interest. Bij samengestelde interest gaat het over rente over rente. Bij een bepaald bedrag wat je op een spaarrekening hebt staan, krijg je na een bepaalde periode, meestal een jaar, een bepaalde hoeveelheid rente. En als je de rente dan weer optelt bij het beginkapitaal, dan heb je de volgende periode daar ook weer rente over. Dus rente over rente. En als we een voorbeeldje nemen van bijvoorbeeld een startkapitaal van 1000 euro tegen 5% rente per jaar samengestelde interest, dan kunnen we dit schema opstellen. Na één jaar heb je, of je begint met een beginbedrag van 1000 euro. Na één jaar krijg je 5% rente, oftewel 50 euro. En als je dat optelt, bij dat beginbedrag heb je een eindbedrag van 1050. Daar start je het volgende jaar mee, 1050. De rente over 1050 van 5% is dan 52,50. Dat tel je ook weer op bij dat beginbedrag en kom je uit op 1102,50 euro. Nou, zo gaat dat elke keer door en na 5 jaar zie je dat je een bedrag hebt, een eindbedrag van 1276 euro en 29 eurocent. Nou, dat kan je op die manier kan je dat makkelijk opschrijven, maar het is toch wel een heel gereken. Als je snel wil weten wat je na 5 jaar samengestelde interest hebt over een beginbedrag, dan kun je dat misschien beter anders doen. Laten we eens kijken hoe dat werkt. Als je 1000 euro hebt en je neemt daar 5% over, dan doe je dat maal 0,05. En dan heb je het rentebedrag. Het eindbedrag is keer 1,05. Want dan heb je en het beginbedrag en nog een keer die rente erbij. Dus dat is kapitaal plus rente. Oftewel, dat is 105% bij elkaar. Het beginbedrag keer 1,05 is dus het eindbedrag van het eerste jaar. Logisch. Maar dat is meteen ook het beginbedrag van het tweede jaar. Dus het beginbedrag van het tweede jaar is het beginbedrag eerste jaar keer 1,05. Dat doe je weer keer 1,05 en dan krijg je het eindbedrag van het tweede jaar. Oftewel, het beginbedrag helemaal aan het begin, die 1000 euro, keer 1,05 in het kwadraat, is het eindbedrag van het tweede jaar. En zo gaat het elke keer door. Het beginbedrag van het derde jaar is het beginbedrag keer 1,05 in het kwadraat, keer 1,05. En dat is het eindbedrag van het derde jaar. Oftewel, het beginbedrag helemaal aan het begin, die 1000 euro, keer 1,05 tot de derde, is het eindbedrag van het derde jaar. Nou, als je zo doorgaat, kom je natuurlijk op een bedrag uit. Het eindbedrag van het vijfde jaar, en dat is dus het beginbedrag, die 1000 euro, keer 1,05 tot de vijfde. En als we dat even zouden bekijken, dan komt daar inderdaad dat bedrag van 1276,29 uit. Nou, dat is dus een snelle manier om rente op rente, oftewel samengestelde interest, uit te rekenen over een bepaalde langere periode. Nou, laten we eens verder kijken, want wat kan je daar nog meer mee? Stel je voor dat we ditzelfde verhaal hebben, alleen dan in het vierde jaar is het niet 5% rente, maar gaat de rente omhoog naar 6%. Dan wordt het iets anders, dan krijg je dus 1000 beginbedrag, keer 1,05 tot de derde, 1, 2, 3 periode. En dat bedrag neem je dan weer als beginbedrag aan het begin van jaar 4. En dat doe je dan keer 1,06, 6% keer 1,06, oftewel in het kwadraat, want het zijn 2 perioden. Nou, wat kan je hier nog meer mee? Stel je voor dat je aan het begin van jaar 4 niet alleen maar verder gaat met die samengestelde interest van die eerste 1000 euro, maar je legt nog een keer extra 1000 euro in. Hoe ga je dat dan berekenen? Nou, eigenlijk ook weer logisch, want dat eerste bedrag
Dat staat 1, 2, 3, 4, 5 perioden, oftewel 5 jaar. Dus dat doe je 1000 keer 1,05 tot de vijfde. En dit bedrag staat maar 2 perioden, dat tel je erbij op. Plus 1000 keer 1,05 in het kwadraat. En als je dat optelt, kom je dan op de 2378,78 euro. En dat is natuurlijk hetzelfde, wiskundig is dat ook hetzelfde, maar hetzelfde als dat je dit bedrag 3 perioden neemt, dan dit erbij optelt, en dan heb je het totale bedrag aan het begin van jaar 4, en dat keer 2 perioden doet. Kijk maar, 1000 keer 1,05 tot de derde, 3 perioden, plus die 1000 extra inleg, en dat is dan het beginbedrag aan het begin van jaar 4. En dat zet je nog een keer 2 perioden weg. Dus keer 1,05 tot de tweede. Oftewel in het kwadraat. En dat is natuurlijk exact hetzelfde bedrag. Nou, zo kan je wat spelen met die getallen. Maar het principe blijft steeds gelijk. Nu kunnen we ook van de andere kant af gaan bekijken en dan praten we over de contante waarde van een kapitaal. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil na 5 jaar, wil ik, laten we zeggen, 1276 euro en 29 cent hebben. Ik zeg maar wat. Hoeveel moet ik dan nu inleggen om tegen een 5% samengestelde interest dat bedrag te kunnen krijgen? Nou, je ziet dat ik precies hetzelfde voorbeeld heb genomen. Dus we rekenen gewoon terug in dit geval. Als ik dit bedrag moet hebben na 5 jaar tegen die 5% rente op rente, dan moet ik natuurlijk 1000 euro inleggen. Dat weet ik, maar dat kan ik ook uitrekenen. Want hoe doe ik dat? Als ik eens even kijk hoe dat werkt. Stel, ik heb 1 jaar, neem ik even als voorbeeld. En na dat ene jaar heb ik die 1050. Oftewel, dat is 105%. Dat is het eindbedrag, kapitaal plus rente. Dat is dat eerste jaar. Nou, als ik die 105 wil hebben en moet kijken wat is dan mijn beginbedrag. In plaats van dat ik het beginbedrag keer die 1,05 doe, doe ik nu het eindbedrag gedeeld door 1,05. En dan kom ik natuurlijk op mijn beginbedrag uit. Want dat is 100%. En het tweede jaar, 1102,50 euro gedeeld door 1,05. En dan nog een keer delen door 1,05. Want we hebben het over 2 jaar. Is dan 1050 gedeeld door 1,05. Is inderdaad weer die 1000. Nou, over 5 jaar natuurlijk. Dit bedrag wil ik hebben als eindbedrag. Dan moet ik het dus delen door 1,05 tot de vijfde. En dan kom ik uit op die 1000 die ik moet inleggen aan het begin. Dat is ook logisch, want als ik het op de normale wijze doe, ik heb een beginbedrag keer de rente, dan zou ik het doen beginbedrag keer 1,05 tot de vijfde is het eindbedrag. Nou, wat is het beginbedrag dan? Is natuurlijk het eindbedrag gedeeld door 1,05 tot de vijfde. Nou, daar moet je een beetje mee spelen om daar handig in te worden. En op een gegeven moment denk je van, ja, oké, dat is zo logisch als wat. Nou, laten we eens kijken. Ik heb een eindbedrag van 2378,78. En dat is na 5 jaar 5% samengestelde interest. En ik heb een bedrag B ingelegd aan het begin van jaar 1. En nog zo'n bedrag aan het begin van jaar 4. Hoeveel is dan B? Nou, dat hebben we natuurlijk gezien in dit verhaal van de eindwaarde. Even kijken, waar was die? Hier. Aan het begin hebben we 1000 ingelegd. Aan het begin van het vierde jaar 1000 ingelegd. 5% rente samengesteld. En dit was het eindbedrag. En nu gaan we de andere kant op rekenen. Ik wil dit als eindbedrag. Ik leg in het eerste jaar een bedrag in. Weet niet hoeveel. En ik leg in het vierde jaar zo'nzelfde bedrag in.
maar ik weet niet hoeveel. Hoeveel is dan dat bedrag? Nou, hoe ga je dat doen? Op dezelfde manier. Je zegt B keer 1,05 tot de vijfde. Vijf periodes tot het eindbedrag. Plus B keer 1,05 tot de tweede. Moet zijn 2378,78 euro. Wat is B dan? Nou, laat maar even kijken. Dat is dan hetzelfde. Dit en dit is hetzelfde als B keer 1,05 tot de vijfde plus 1,05 tot de tweede. Nou, dat kan ik gewoon uitrekenen. En B is dan het eindbedrag gedeeld door 1,05 tot de vijfde plus 1,05 tot de tweede. Oftewel gedeeld door 2,37878. En dat is wonderbaarlijk 1000 euro. Dus in principe heb ik gewoon teruggerekend en dan weet ik wat de contante waarde is van een eindbedrag. De contante waarde is dus eigenlijk de beginkapitaal wat leidt uiteindelijk tot dit eindbedrag. Nou, dat klinkt hartstikke logisch natuurlijk. Daar kan je allerlei leuke sommen mee doen. En wij hebben een som gedaan die ging als volgt. Peter wil een wereldreis gaan maken van 2 jaar. Hij schat in dat hij bij de start op 1 januari 2015 10.000 euro nodig zal hebben. Oké. Okay. En daarna halverwege op 1 januari 2016 nog eens 6.000 euro. En aan het eind van de rit heeft hij, dat is 1 januari 2017, tenslotte nog 8.000 euro nodig. Nou, hij is in 2010 gestart met sparen en zetten. En dat blijft hij doen. Jaarlijks startend op 1 januari 2010 een vast bedrag B op zijn spaarrekening. En die geeft een rente van 4% samengestelde interest. En het laatste bedrag zet hij op 1 januari 2014 op zijn rekening. Jaarlijks dus 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. En als ik goed op mijn vingers stel, dan zijn dat 5 stortingen van een bepaald bedrag. Hoeveel weten we nog niet, maar we weten wel wat het eindbedrag moet zijn. Want we willen namelijk, of Peter wil namelijk, 10.000 hebben op 1 januari 2015, 6.000 op 1 januari 2016 en 8.000 op 1 januari 2017. Oké. Nou, hoe groot moeten die bedragen zijn? Die stortingen B van 2010 tot en met 2014 om precies de bedragen te hebben op het juiste moment. En aan het eind is de hele rekening geplunderd, oftewel gelijk aan nul. Nou, laten we eens kijken. Het handigste is natuurlijk ook hier weer om met een tijdlijn te werken, zodat je goed overzicht houdt. Dit is wat de bedoeling is. Aan het begin van 2010 wordt er een bedrag gestort. 2011 eenzelfde bedrag B. 2012 weer eenzelfde bedrag B. 2013 hetzelfde. 2014 hetzelfde. Zodat op aan het begin van 2015 er genoeg geld is om direct daarvan 10.000 af te kunnen halen. Na een jaar, en let op, dat jaar krijg je ook gewoon weer 4%. 6.000 eraf te halen en na nog een jaar 8.000 eraf te halen. En dan is het helemaal nul op. Nou, wat moet het bedrag dan zijn hier op aan het begin van 2015 om uiteindelijk 10.000, nog een keer 6.000 en nog een keer 8.000 eraf te kunnen halen? Zou je zonder rente werken, dus je zou het in een oude sok stoppen of iets dergelijks, dan zou het dat bedrag zijn 10.000 plus 6.000 plus 8.000 is 24.000. En dan zou het heel makkelijk zijn natuurlijk. Dan deel je het door 5 stortingen. En dan is elke storting 4800 euro. Nou, heel makkelijk. Maar dat maakt het wat lastiger, maar dat maakt het ook leuker. Want die stortingen hoeven waarschijnlijk niet zo hoog te zijn, omdat die bedragen veel minder kunnen zijn, omdat elk bedrag rente oplevert. En wel 4%. Dus ik kan met minder stortingen aan de gang om toch het juiste bedrag te hebben.
Maar dan moet ik eerst even uitrekenen welk bedrag ik hier moet hebben. Dus ik moet eigenlijk terugrekenen naar de contante waarde die ik aan het begin van 2015 nodig heb. En dan ga ik kijken hoe ik dat opgebouwd heb met die 5 stortingen. Nou, laten we eens even kijken. Begin van 2015. Wat ik in ieder geval nodig heb is 10.000 euro. Die moet ik er zo af kunnen halen. Nou, daar kan ik verder geen rente op opbouwen, want dat bedrag moet er zijn. Ik moet die 10.000 eraf halen en die is dan weg. Maar dat moet ik in ieder geval wel hebben hier. Wat ik ook moet hebben is een bedrag dat groot genoeg is om na 2 jaar rente 8.000 euro op te leveren. Nou, dan moet ik dus de contante waarde van die 8.000 met een samengestelde interest van 4% over 2 perioden moet ik uitrekenen. Dat is dus 8.000 gedeeld door 1,04 in het kwadraat, 2 perioden, is 7.396,45 euro. Dat moet ik dus ook op dit moment hebben om uiteindelijk die 8.000 euro aan het eind van de rit te hebben. En wat ik ook moet hebben is een bedrag dat groot genoeg is om met de rente uiteindelijk 6.000 na 1 jaar op te leveren. Oké. Dus de contante waarde van 6.000 is dan 6.000 gedeeld door 1,04, 1 periode. En dat is 5.769,23 euro. En dat bedrag moet ik hier ook hebben, zodat ik hier 6.000 beschikbaar heb. Nou, tel ik die hele zaak op, dan kom ik op 23.165,68 euro. En je ziet dat dat al aanzienlijk minder is dan het bedrag wat we, even kijken, we zouden sparen. Oh, staat hier. Zouden sparen als er geen rente sprake is, want dat is 24.000. En het is hier maar 23.165,68 euro. Nou, dit bedrag moet in ieder geval hier aanwezig zijn. En dat bouw je vervolgens op met 5 stortingen van B. Nou, hoe ga ik dat doen? Deze eerste B, die staat dus 1, 2, 3, 4, 5 perioden. Heeft die rente van 4% en vormt hier het uiteindelijke bedrag van 23.165,68 samen met die andere stortingen. Maar ik weet in ieder geval dat die B keer 1,04 tot de vijfde, 5 periode rente, plus deze B keer 1,04 tot de vierde, want deze heeft maar 4 perioden om een rente te krijgen, plus de B van keer 1,04 tot de derde, want die heeft maar 3 perioden om rente te krijgen. Plus B keer 1,04 tot de tweede, 2 perioden. Plus B keer 1,04, want dat is maar 1 periode. En dat bij elkaar zorgt voor dit bedrag. Nou, dan kan ik natuurlijk omschrijven. Dan haal ik de B eruit. En dan is het B keer 1,04 tot de vijfde, plus 1,04 tot de vierde, plus 1,04 tot de derde, plus 1,04 tot de tweede, plus 1,04 is 23.165,68. Dus B is 23.165,68 gedeeld door deze hele rits. En als ik dat allemaal uitreken, dan is B 4112 euro en 51 cent. En dat is aanzienlijk minder dan de 4800 die we net hadden toen er van geen rente sprake was. Hier de 4800. Dus nu we rente hebben, rente op rente, hoeven we een heel stuk minder in te leggen per keer om uiteindelijk toch onze gewenste bedragen te krijgen. B is 4112 en 51 cent. Nou, ik hoop dat het allemaal helder is. Kijk het anders nog een keer na. Wat vooral handig is om hier veel mee te oefenen.
En als je het eenmaal door hebt, dan hoef je dat eigenlijk nooit meer mee te oefenen, want het is natuurlijk ook heel logisch. Maar dan heb je het ook voor altijd door. Oefening baart kunst. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Succes!